zijn aanbeland bij de laatste vier ploegen in het toernooi. Welke twee mogen straks de finale spelen? Dat is de inzet van deze halve finale. Straks live hier op EA TV. Het wachten is op de aftrap voor de wedstrijd die straks van start gaat hier in het Lucille Stadion. Jeroen Guter hier naast me en ikzelf, Siert de Vos, wij zullen de actie voor u verslaan. We gaan kijken naar de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Dit is Noorwegen tegen Uruguay. Het wordt nu wel heel spannend, Siert. We zijn aanbeland bij de laatste vier ploegen. En ja, in het zicht van de finale wil natuurlijk geen enkele ploeg stranden. Vandaag zijn dit de 11 spelers die aan de aftrap verschijnen. Hier zien we hun startformatie. Dat lijkt me een klassieke 4-4-2. Of zou dit weer een van die varianten kunnen zijn? Nee. Dit is de enige echte, zeg maar. Uruguay werd een tijd geleden al twee keer wereldkampioen. De eerste keer was in 1930. Was ook het eerste WK en zelf organiseerden ze dat WK. Ja. Voor die tijd werd het Olympisch voetbaltoernooi eigenlijk gezien als het WK voetbal. Uruguay was op dat moment het beste team van de wereld. Werd Olympisch kampioen in 1924 en in 1928 in Amsterdam. Dus de wereldtitel in 1930 was geen verrassing. Overigens werden ze daarna nog een keer wereldkampioen. Dat was in 1950 in Brazilië. Dit is de basisopstelling van Uruguay. En Jeroen, volgens mij kunnen we een open wedstrijd wel vergeten. Want ook dit elftal begint in een ouderwetse 4-4-2-formatie. Ja, dat zou wel eens kunnen leiden tot een loopgravenoorlog op het middenveld. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Er is gefloten. Maar wat gaat de scheidsrechter doen? Een grote kans hoor. Zo wat mooi hé. Die doelman heeft geweldige reflexen. Ja, zo'n kans hoort er natuurlijk in te gaan. Maar de doelman staat er ook niet voor niets. Voor het doel gebracht. In actie van de sluitpost. Schot is onderweg. Redding. Bal nog binnen de lijn. Zo maken ze een einde aan de dreiging. Heerlijke actie van de doelman. Ik dacht eerlijk gezegd dat we naar een vroege openingsgoal zaten te kijken. En daar krijgen ze een vrije trap voor toegekend. Ze geeft hier alleen maar een waarschuwing voor. Nou, dan mag je als speler niet klagen. Jiménez. En wat gaat de scheidsrechter hier doen? Nou, de kaarten blijven op zak. Ik zou daar blij mee zijn. Overname door. Ja, vroeg druk zetten. Luis Suarez. Hier is Darwin Núñez. En moeiteloos laten ze die bal rustig rondgaan. Joshua King. Nu verspeelt hij de bal.
Canobio. Rodrigo Betancourt. En blijven rondpasen. Totdat er iets mogelijk is. Luis Suarez. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden. Echt heel knap. En hij komt eruit met de bal. Wat een geweldige redding. Oh, hij voorkomt hier het doelpunt. Zeker weten. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Redding, maar de bal blijft in het spel. En zo wordt het gevaar bezworen. Petje af hoor, voor deze keeper. Wat een knappe actie. Ja, daarmee voorkomt hij een vroege openingsgoal. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Kan maar beter op. En daar is hij, de openingsgoal van deze halve finale wedstrijd. En wat een belangrijke treffer. De nul is van het bord. Het stadion ontploft. Ja, figuurlijk dan, want anders moet je de hele tijd wachten tot een nieuw stadion wordt gebouwd. De keeper zat er nog bij, maar hij ging er toch in. Ja, die bal bleek toch te moeilijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Rodrigo Betancourt. Wat een mooie passes. En ze komen allemaal aan. Goed gebruik gemaakt van het balbezit. De bal is ingeleverd. Hij gaat verder. Legt hem neer in de 16. Kans om te scoren. Hij heeft hem vast. Darwin. Mooie actie. Doorgebroken met de bal. Het was een goede mogelijkheid. Maar ze hebben het goed opgelost. Fijn staaltje spel in zich. Ja, daar geeft de scheidsrechter uiteraard een vrije trap voor. Dat is geen geweldige paas. En dus balverlies. De scheidsrechter geeft voordeel en laat doorspelen. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Hier is Darwin Núñez. De schot wordt tegengehouden. De interactie is uitstekend, maar het leidt wel tot een hoekschop. De bal komt voor het doel. Hij krijgt daar geen ruimte. Is de bal kwijt. Ruimte op de flank daar. Bal buiten de lijnen, inworp. En nu de Arrascaeta. Heel goed afgepakt deze bal. Joshua King. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Koekoek, met die treffer lopen ze hier nog verder uit. En hoewel er nog wel even te spelen is, lijken ze zich straks op te mogen maken voor de finale. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan beheerst afronden. Ja, en dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden beschikt. Duidelijke overtreding. De scheidsrechter geeft Luis Suarez het voordeel. Goed gepakte paas.
Ilioussi. De voorzet wordt gegeven. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Hieruit kan een counter voortkomen. De verdediging komt niet al te snel terug. Ze geeft een hoekschop. Hier zien we dat doelpunt nog eens. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Hier is Darwin Núñez. Pegelen maar. Prima actie van de keeper. We gaan weer een hoekschop nemen. Deze neemt hij kort. Araujo. Maar er komt hulp aan. Komen ze toch terug? Als die er was ingegaan, was de achterstand nog maar één doelpunt. Laten we wel zijn. Dit was toch een niet te missen kans. Hij mist hem. Goeie lop richting die aanvaller. Een routineklusje voor de doelman. Dit slot. Nou, die bal raken ze makkelijk kwijt. Lekker opstomen met de bal. Die houdt hem tegen. Vrije trap op een wel heel interessante plek. Heeft die keeper mazzel, zeg. En dat betekent einde aan het gevaar. Ja, eigenlijk is er heel weinig meer. Daar komt de kans aan. Nee, die kopbal levert geen doelpunt op. Hij werkt de bal net naast de paal. Hij timde wel goed. Die credits moeten we hem geven. Maar ja, uiteindelijk gaf hij hem net de verkeerde richting mee. Die kan hij onderscheppen. Ik vraag me af wat de scheidsrechter nu gaat doen. Coates. En Luis Suarez hier. Door die actie is hij de bal kwijt. De tegenstander zal moeten. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Oh, sierlijk gered hier. Een mooie duik. En nog nuttig ook. Je moet het maar kunnen hoor, die focus bewaren. Ja, artistiek verantwoord, zeg, het lijkt wel circus. Als je er met zo'n beweging scoort, gaan die beelden de hele wereld over. Ja, geweldig toch. Dat was een overtreding, oordeelt de scheidsrechter. Die geeft een vrije trap. Darwin. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Goed hoor. Hier is Darwin Núñez. En dit moet de aansluitingstreffer zijn. De doelman met een makkelijke redding. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Die gaat erin en dat betekent dat ze nu 3 goals voorstaan. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg.
Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan deze eerste helft. Waarin er maar één ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. Ze heeft gefloten. We gaan weer verder met de wedstrijd. Luis Suarez. Ja, dat doet hij goed. Zet verder door. Wat een goede actie zeg. Mooi onderschept. Luis Suarez kan een doelpunt worden. Hij heeft een mooie redding in huis. Hoekschop komt voor. Doorgebroken met de bal. Zo wat mooi, hè. Die doelman heeft geweldige reflexen. Ja, zo'n kans hoort er natuurlijk in te gaan, maar de doelman staat er ook niet voor niets. Komt de hoekschop in het midden. De doelman kan de bal gewoon laten gaan. Darwin. Luis Suarez met de bal. Vrije trap. Vanaf deze positie moet er nog iets mogelijk zijn. Bijna raak. Uit. Door de lat. Ilionussi. Dit moet het doelpunt worden. Balbezit naar de tegenstander. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Zo wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Bal naar de andere partij. Torreira. Goed er langs gegaan. Nou, uiteindelijk dus toch nog goed verdedigd. En het gevaar is voorlopig geweken. Ja, mooi. Die steekpas. Er wordt gefloten voor buitenspel. Maar dat kan nooit veel schelen. Ja, de tegenstanders zullen het initiatief moeten nemen, want zelf blijven ze achterin hangen. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. De verdedigers moeten snel terug. De scheidsrechter geeft voordeel en laat doorspelen. Kans voor Luis Suarez. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Nee, hier was geen redding meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. Goal!
Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. We trappen weer af met een stand van 3-1. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Klasse zeg, wat een verdedigend werk. Hij haalt de pas eruit. Dit begint er aardig uit te zien. Komt er een doelpunt aan? Hooi alleen op de keeper af. Ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Niet voor de pot, maar een korte bal. Het schot wordt geblokkeerd. Nog een keer een hoekschop. En andermaal springt er iemand voor. En dat is een penalty. Hij zit erin. Strafschop benut. Laag en zuiver in de hoek. Voor de keeper is het eigenlijk niet te doen. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. De zijkant ligt nu de ruimte. Uitstekend verdedigd, hoor. Daar kon die speler net niet bij. En dus gaat de bal uit. Tijd om te wisselen, zegt de coach. Ilioussi. Deze actie van Ødegaard leidt tot balverlies. De steekpaas dan, ja. Dit lijkt gevaarlijk, maar hoewel het er dreigend uitzag, blijft de tegenstander ook goed opletten. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Duidelijke overtreding, maar de scheidsrechter geeft Luis Suarez het voordeel. Een redding van hoge kwaliteit van deze keeper, hoor. En altijd fraai om te zien, zo'n atletische duik. Het lijkt Dick Fosbury wel. U weet wel, Olympisch kampioen 68, die ging met zijn rug over de lat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Er wordt een speler vervangen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Balbezit veroverd. Torreira. En Arrascaeta. Het was een overtreding, maar deze kan erin. Hij wil hem over de doelman stiften. Hij weet de bal weg te werken. Ja, normaal gesproken gaat zo'n bal erin. Maar ja, zie het. Enorme kans hier. En met die tuik kan hij erbij. Doelpunt met het hoofd. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En dan Haaland, ja, die kan een bal raken, hè, met het hoofd. Hier legt hij hem mooi langs de keeper, hoor. Zo, wat een goal.
De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Gaat er goed in met een sliding en verovert de bal. Bal naar Haaland. Het publiek vraagt om een schot. Dat is een uitstekende reactie van de keeper. Deze neemt hij kort. Maakt de beweging naar binnen. Van zo'n poging zit de doelman niet echt. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Hier is de Arrascaeta. De doelman verdedigt zijn doel. Nou, daar is hij voor, hè? Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. De bal wordt voor het doel gebracht. Niet goed gedaan, dit zeg. Het leek dreigend, maar nu alles onder controle. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Een counter behoort nu tot de opties. Ze raken de bal weer kwijt. Zonde, want de counter leek gevaarlijk. Mooi om daar de bal te veroveren. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. Lucas Torreira. Ah, dat is een grote kans voor Cavani. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een schrale troost voor de supporters. Ja, nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Dit is een voltreffer, hè? Wat schiet hij de bal er snoeihard in. Nou, een heerlijke goal om te zien. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Balbezit naar die sterke tackle. Bal over de lijn en inworp. Bal kwijt. Hij zit hem daar fel op de huid. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Wat een heerlijke redding van die doelman. Ah, een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Naar binnen getrokken. Hij blokkeert het schot. En daar houdt hij weer een bal tegen. Maar liefst 5 minuten extra speeltijd. Bal naar Haaland. Hij komt met een schot. Oh, wat een poeier. Jammer genoeg gaat hij over. Edinson Cavani. Hier is Edinson Cavani. Ongeoorloofde ingreep, zegt de scheidsrechter. Een vrije trap dus. Ja, kijk maar, ze waarschuwt die speler. De volgende keer krijg je wel geel. Die speler dan, hè? De bal zeilt hoog over het doel. Ødegaard. Doorgebroken met de bal. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is telraam journalistiek nodig. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan beheerst afronden. Ja. En dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden beschikt. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij? Erling.
Hij krijgt daar ruimte op de flank. En dan is het afgelopen. Het thuispubliek juicht, want ze gaan nu naar de finale. Ja, als je op zo'n flonkerende manier de finale weet te halen, dan dwing je respect af. Van tevoren hadden we dit niet kunnen voorspellen. Nee, absoluut niet. Ze hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld en hebben heel wat van de kansen weten te verzilveren. En wat een fantastische wedstrijd heeft hij gespeeld, zeg. Jammer dat ze niet verder kwamen dan een gelijkspel. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.